Het is je boy J, Jigga the realest nigga in the place. Dames en heren, ik volg deze soap al een hele tijd niet meer, maar hier wil ik toch even op inhaken. Waarop? Op de side hustle van Hugo de Jonge. De mondkapjesdeal van 100 miljoen euro. Nou, ik begrijp het ook wel een beetje, hè. Dat verdient toch ook allemaal niks dat minister zijn, dus dan ga je hier en daar wat bijbeunen. Criminelen gebruiken PGP's, de Hugo gebruikt zijn privémail. En daarna zijn de privémails in één keer verdwenen. Hey Hugo, I see what you're doing right there, man. Hey, gang shit, hè? Omerta, we praten niet veel. Waar zijn de mails? Maar nu las ik dus het volgende. De jongen kan zijn betrokkenheid bij de mondkapjesdeal niet herinneren. Heeft hij afgekeken bij zijn collega? Ja, en geef hem eens even ongelijk. Bij Mark werkte het ook op deze manier. Kijk, en dat je die deal maakt, dat is niet erg. Maar we deden dit toch samen? Denk, ja, dan laten we die 100 miljoen dan ook samen doen. Worden we business partners? Of misschien samen met de zorg? Ja, dat is prioriteiten, hè. Maar het gaat prima in het parlement. Weet je wat parlement betekent in het Frans? Door te liegen. En hoe zitten die mannen daar? Nou, door te liegen. In je face. Op camera. We binden er geen doekjes omheen. We hide it in plain sight. Gewoon recht in je face. We kunnen het gewoon zien, hè. Moet je je voorstellen. Een voetbalspeler maakt hands in het 16 meter gebied. Overduidelijk hands, hè. Niet zo van, oh, was het hands? Nee, maar gewoon, ha, wegbal. Ha? Iedereen ziet het. We schakelen de VAR in. Op de VAR is het ook te zien. Nu kan je boos worden op de speler die hands maakt. Maar je kan je ook afvragen, waarom geeft de scheids geen penalty? Dat is misschien de echte vraag die je moet stellen. Want Mark Rutte laat 1100 kinderen verdwijnen en mag verder regeren. Hugo liegt in je face en op camera is daarna betrokken bij een smerige deal en overleeft de motie van wantrouwen. Maar Mona Keizer heeft een klein beetje kritiek en wordt weggestuurd zonder pardon. En wij leven in een democratische rechtsstaat. Ja, en ik ben geen negroïde man, maar een klein Chinees meisje. Niauw. Want wij worden op dit moment geleid door een criminele organisatie met Alzheimer.